Ach, hoe boeiend is het leven van een beroemde schrijver zoals ikzelf. Hoezeer ik het ook anders zou willen, maar de roem eist regelmatig zijn bitterzoete tol. Reeds vanochtend vroeg werd er aangebeld. Mijn voordeur werd bestormd door een horde vrouwelijke fans. Kunt je tekenen? Zij wilden allemaal een handtekening. Dank u wel. Na de signeersessie nam ik vlug, doch vastberaden, mijn fanmail door. Fuck. Alweer een kort geding. Van wie dit keer? Marlene de Wouders. Even later, inmiddels bevond ik mij op wat doorgaans omschreven wordt als een winkel om de hoek en werd ik alweer door een geil wijfje herkend. Wat zal het zijn? Zonder te blozen trakteerde ze mij op enkele verleidelijke blikken. Alsjeblieft, dat is dus 84. Het was duidelijk. Ze wilde mij tot elke prijs. Dank u. Doch onverstoorbaar vervolgde ik mijn weg. Jongen, zoals ik het tegenwoordig druk heb, papier gaan kopen, een nieuwe balpunt, 2 sloeven sigaretten, maar eerst naar de bank. Alras kwam geheel volgens mijn verwachting een schaars geklede beep met een superstrakke body en prille tietjes naar mij toe. Stoor het als ik hier even ga zitten? Zij vroeg of ze er eens op mocht zitten. Tjonge, die loop ze tevens mede haar ijzer terwijl het heet was. Gewillig opende ze haar doos. Ze smeekte of ik in haar broekje wou zitten. Dacht dat ik hier toch een boekje laat zitten? Allee, maar waar is mijn broek? En we gingen uitbundig van Bill. Met lenige vingers beroerde ze mijn potlood. En zoog er hartstochtelijk aan. Vrouwelijke hond. Eindigt op een V. Dave. Wat is Dave. Ze wilde dat ik haar Dave noemde. Ze zocht oogcontact. Ja, zo ken ik die wijven wel.